Zes jaar geleden was hij aanvoerder van het Nederlands team onder 17 dat Europees kampioen werd. Daan Disveld speelde toen samen met jongens als Memphis Depay en Tony Vellena. Ook voor de Nijmeegse verdediger lonkte een mooie carrière. Ik had zeker de droom om bij een grote Europese club te gaan spelen. Maar helaas is het tot nu toe niet verder gekomen als NEC en Den Bosch. En nu bij TEC, maar ik ben nog niet klaar. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen waarom ik de Europese top niet heb gehaald. Maar ik denk wel dat bepaalde keuzes bij bepaalde clubs zijn gemaakt die, waar ik geen invloed op had. En die mijn carrière negatief beïnvloed hebben. Ik weet dat er veel jongens zijn die, waarmee ik gespeeld heb en waar tegen ik gespeeld heb. Met name het Nederlands elftal, dat die op een heel hoog niveau spelen nu. En voor mij is dat niet meer moeilijk. Ik vond het moeilijk tot 2 jaar geleden. Maar nu heb ik het geaccepteerd en kan ik ermee leven. Via de thuisstudie topsportmanagement en ondernemerschap houdt Disveld alle opties open. TEC vond bij sponsor Ilko Becker een werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Ik wil natuurlijk speeltijd, daar ging het met name om. En uiteindelijk kwam ik in een financieel gat te zitten, omdat ik van Den Bosch naar TEC ging natuurlijk. Ja, toen heb ik aangegeven dat ik ook heel graag een maatschappelijke carrière op wilde bouwen, omdat ik wat ook gerelateerd was aan mijn studie. En zo ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Ik ben nu 5 weken bezig en ik ben super blij dat Ilko mij de kans heeft gegeven om een maatschappelijke carrière hier te starten. Ilko, zullen we zo gaan? Ja. Ik werk op de sales. Dus mijn taken zijn om nieuwe bedrijven te zoeken waar wij de samenwerking mee aan kunnen gaan. Waar wij onze uitzendkrachten kunnen plaatsen. Elings, waar we zo direct naartoe gaan, is al jaren een relatie van ons. Aardige mensen recht door zee, dus hou daar rekening mee. Draai er niet omheen. Als er iets is, moet je dat zeggen. Dat doet hij tegen ons ook. Ja, duidelijk. Ja? Is hij niet tevreden, dan vraag je door waarom niet, wat wij eraan kunnen doen. Het is natuurlijk niet alleen voetballen. Hè? Op het moment dat Daan een leeftijd heeft bereikt, dat hij zegt van ik stop met voetballen, dan moet hij maatschappelijk aan de bak. En ik vind het leuk om Tech ook op die manier te ondersteunen. Bovendien zit er een goede kop op en dat scheelt. Hij heeft goed voorkomen. Hij is leergierig, dus ja, tot nu toe ben ik tevreden. Werken er nu 3 hier? Ja. Mensen, hoe gaat het met ze? We hebben natuurlijk al sinds jaar en dag. Het is best wel moeilijk omdat je bedrijven moet gaan zoeken die nog nooit van je gehoord hebben. Dus dat is lastig. Alleen ik ben wel zelf iemand die sociaal goed opgevoed is. Dus ik weet wat mensen willen en wat ik zelf prettig vind. Dit helpt me zeker bij het voetbal, omdat ik denk dat je niet de hele dag met voetbal bezig bent. En je hebt nou juist afleiding. En als je s'avonds moet gaan trainen, dan heb je ook gewoon echt zin om te trainen. Omdat je de hele dag aan iets anders gedacht hebt. En nu ga je lekker voetballen. Ja, daar hoef je niks aan te doen. Plak je erop. En is er expres dat ze het... Bijvoorbeeld dit rooier is als dit, zeg maar. Buitenlandse markt, dit is voor de Spaanse markt. Ja. De Spaanse markt, die zijn veel minder verwend dan wij Nederland. Wij willen dit hebben, zeg maar. Wij willen schoon, geen vet. Ja. Snel klaar. Ja. Leuk om te zien, leerzaam om te zien. Echt super interessant.